Wat fijn dat u de moeite heeft genomen om die enorme lange reis naar Sleepy Hollow af te leggen. Een dorpje in de staat New York, opgericht door Hollandse kolonisten. Een plek waar de tijd stil lijkt te staan en waar naar gezegd nog pure rust te vinden is. Maar zo'n 200 jaar geleden was dat anders. De inwoners van het dorp werden geteisterd door gruwelijke moorden en de ontzielden werden onthoofd teruggevonden. En het bizarre was dat het hoofd steeds ontbrak en nergens terug te vinden was. De angst groeide in het dorp en men was bang dat de moorden gepleegd werden door een geest. Oude legende verhaalde over een Hessische huurling die voor de Engelse troon vocht tijdens de Amerikaanse revolutie. Hij reed altijd met zijn zwarte hengst het slagveld op en onthoofde zijn slachtoffers vakkundig. Uiteindelijk lukte het de Amerikaanse soldaten om dit monster te stoppen. Ze schoten hem dood en hakten zijn kop eraf. Zijn lichaam werd begraven nabij Sleepy Hollow. Zijn hoofd werd meegenomen als oorlogstrofee. Maar het verdween plots na de jaren verstreken. En sindsdien gelooft men dat er een geest ronddwaalt. Op zoek naar zijn hoofd. Zodoende dacht de bevolking dat de ruiter zonder hoofd weer terug was. Maar de belangrijkste en tevens rijkste man van het dorp, Walters van Texel, was erg sceptisch. En hij riep de hulp in van de schutterij van New York. Zij stuurde de excentrieke detective Ichabod Gray. En na een lange reis met zijn paard en wagen kwam hij aan. En hij begon meteen met zijn onderzoek. Hier ziet u Ichabod. Hij heeft een afspraak met Killian in de dorpskroeg, de Gulden Eenhoorn. Killian is de volle neef van Baltus van Texel. En hij heeft informatie die Ichabod mogelijk verder kan helpen. Killian? Killian van Texel? Ja? Ja, dat klopt. Wie wil dat weten? Ik ben Ichabod Crane. Ja. Ik ben gezonden door de schutterij van New York om de moordzaken, de moorden op mogelijk op te lossen. Ja, ik weet waarom u bent. Ja. Ik begreep dat u informatie voor me had. Ja, informatie. Voor mijn onderzoek. Maar eerst bier. Bed? Bier? 2 pints graag. Bier. Wat loop je toch weer te schreeuwen, man? Wat is er eigenlijk? Waarom staan jullie buiten? Waarom komen jullie niet gezellig naar binnen? Daar is het warm. Ja. Ik heb informatie voor meneer Ichabod Crane die niet voor ieders oren bestemd is. Oh, gaat het over die moorden? Vertel het, dat weet ik. Het gaat je geen moer aan. Ja. Ja. Ga de bier halen. Hup. Ja, ik ga al. Maar ben je toch een boerenlul? Ja, lekker hè? Doet u mij maar een kleintje, mevrouw. Hebben we niet. Oh, nou, ik ben nog aan het werk. Maar goed, meneer Killian, de informatie. De moorden. De moorden, juist. Ja. De moorden. Het zit zo. Alle erfgenamen zijn vermoord van Baltus van Texel. Alle erfgenamen, zegt u. Juist. Maar wat wilt u daar eigenlijk mee zeggen? Wilt u daar... kijk. Ik denk dat ik het begin te vatten. Natuurlijk. U denkt dat de moordenaar uit is op het geld van Baltus van Texel. Natuurlijk. Dat is het natuurlijk. Maar alle erfgenamen? Behalve één. Juist. U natuurlijk. Aha. Maar als dat zo is dan... Ik bedoel... Ja, dat bedoel ik. De moordenaar... Die kan toch ook gewoon Baltus vermoorden en aan zijn geld inpikken? Of zie ik dat nou verkeerd?
Nou ja, behoorlijk. Oh. Ik denk dat hij een zij is. Hij? Een zij? Maar dat kan toch helemaal niet? Ik bedoel, dat lijkt me een beetje onrealistisch. Nou, kijk, het zit zo. Alle erfgenamen van Baltus van Texel zijn vermoord. Ja. Ja, dus? Ha. Dus? Je geeft Miranda zeker weer de schuld, hè? Miranda? Miranda. Ja. En wie is dat dan? Goh, Miranda, het meisje. Arme kind. Nou, die Baltus van Texel, die mag maar mooi blij zijn dat hij met haar getrouwd is, hè? Ja. Anders had hij niet zo ver gekomen. Nou, weet je wat het is? Knap is hij niet. Geesten nee. Zijn het. Geesten. Het spookt hier gewoon. Geesten? Ja, het spookt hier gewoon. Maar vrouw, zeg, kom op, zeg, geesten en spoken. Ja, 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 ja. Dat is allemaal folklore. Geesten en spoken bestaan niet. Nee, dit nou, is gewoon een absoluut. Moordenaar. Gelooft u mij? Oh, mijn God. Gelooft u mij? Oh. Dit is het. Oh, ik voel het. Dit is een moordenaar van vlees en van bloed. Bij ons in New York is dat heel gewoon. Ik voel het gewoon. Dat zijn gewoon mensen. Dit was ik. Van u. En kippenvel. Kippenvel. Oh, vrouw. Kippenvel. Absoluut. Het gaat helemaal fout. Oh, mijn God. Het is wel koud. Maar... Oh, mijn God. Het gaat helemaal fout. Nou, ik denk dat u zich wat aanstelt. Nee. Het spookt niet. Het spookt niet. Nee, het gaat om logica. Het gaat nee. Het gaat om gevolgen en oorzaken. Oh. Dat is het. Daar is hij! De ruiter! De ruiter! Zit hij nou wel? Het spookt hier! En vlucht! Vlucht zolang ik kan! Maak dat je wegkomt! Ah! Hij bestaat echt! U moet mij redden! U moet mij redden! Hoe moet ik dat doen? Staan! Ik ben in New York van de schutterij en ik eis dat u blijft staan. Dit wapen doet het. En het is niet fijn als ik het moet gebruiken. Zijn hoofd. Het is misschien echt. Ik hoef dat geld niet. Ik hoef dat geld niet. Nee. Vermoord mij niet. Meneer Killian? Bent u daar nog? Meneer Killian? Hallo? Het is een geest. Die pet op gelijk. Ik moet weg hier. Nadat Ietabod de ruiter had gezien, nam angst zijn gezonde verstand over. Gezien. En een paar maanden later stierf de oude Baltus. Aangezien alleen Miranda nog in het contract stond, erfde zij al het geld en de landerijen. Het bewijs dat zij achter de moorden moest zitten en dat de ruiter dus niet bestond. Maar dit werd echter nooit bewezen. De tweede keerde terug en sindsdien heeft er nooit meer iets noemenswaardigs plaatsgevonden. Dus, mocht u een reisje naar Sleepy Hollow willen boeken, vrees niet. U bent van harte welkom.